Het lijkt simpel, maar goed ploegen is een hele kunst. Dit weekend was er in Oldehoven een wedstrijd waar boeren uit de regio onderling uitmaakten wie zich ploegkampioen 2011 mag noemen. Het is de bedoeling om een akker in kaarsrechte lijnen helemaal op dezelfde diepte te ploegen. En het is passen en meten om uiteindelijk goed uit te komen. Je moet als boer dan ook veel dingen tegelijk in de gaten houden. Een begin voor dat hij open en recht is en dan dat hij weer aangestort wordt, dat die vlag is. Hij mag niet te hoog zijn. Nou, en dan recht rijden, hè. Ik dacht ook hier om wedstrijd, nou, ik zit behoorlijk te schoren en dan, nou, dan keek ik er nog een keer voor langs en zat er al, iedere keer weer dezelfde bochtje in. Dus dat ging niet goed. Ja, toen werd ik tweede. Deze keer had Wieringa meer geluk, want hij werd eerste in zijn categorie. De youngtimer met hefploeg. Er waren nog vier andere categorieën, onder meer voor echte oldtimers. Er deden 15 deelnemers mee, een stuk minder dan vorig jaar. Het was uitgelezen weer om op het eigen bedrijf aan het werk te gaan, waardoor veel boeren van de wedstrijd afzagen. Gelukkig was er voldoende publiek. De eerste keer dat ik niet meer kwam te ver voor, ik kwam van Alwier. Dat was te ver weer? Ja, daar draai een half uur in, met trekken. De beste stuurlui stonden dus aan wal. Zij bekeken hoe ploegen in alle soorten en maten voren trokken in de Groningse klei. De winnaars in Oldehoven mogen meedoen met de provinciale ploegkampioenschappen op 15 oktober in Noordbroek.